kijkers van Lekker Serieus. En daar ben ik, Demi, met een nieuwe aflevering hier in Tekkit. Oftewel, hey, het is een nieuwe serie. Oh, hier. Yeah. ja, we gaan gewoon weer lekker Tekkit spelen. Wat ik ook altijd op Double Dutch KLS deed. En ja, dat hebben we nog niet echt hier op Lekker Serieus gedaan. En ik vind het sowieso super vet om Tekkit te spelen. Dus daarom dacht ik, laten we het gewoon lekker weer oppakken en voor jullie recorden. Dus we zijn hier ook zeg maar gewoon op een eiland. Ik weet niet hoe kan ik eigenlijk... nee, ik weet niet hoe ik de map kan laten zien. Maar even kijken. We zijn in ieder geval op een eiland. Dan moet je even van me uitgaan. Het is eigenlijk echt een super vet eiland. Het is gewoon een jungle eiland. En ja, daar zijn we nu zeg maar op. Oh ja, daar staat trouwens zo'n hele grote boom. Even kijken, als ik er naartoe loop, kan ik dat? Ik denk dat ik dat wel aandurf. Even kijken, ja. Dat is zo'n rubber tree volgens mij. Het is echt een onmens groot ding. Holy shit. Dus even kijken, als ik hier nou een beetje een normaal boompje kan vinden. Dat zal wel echt super chill zijn. Maar ik wil ook wel deze boom even kappen. In ieder geval dat we hout hebben om ja, gewoon de basics weer op te pakken. En om deze serie te beginnen. En ik snap echt niet waarom dat altijd in mijn chat komt. Ik weet ook niet hoe ik de chat uit kan zetten. Dus dat is ook fucking irritant. Ja, dan moet ik toch even achterkomen. Hoe ik nou eigenlijk de chat uitzet. Want hier, kijk, de chat. Hè? Video settings. Nou, waar moet dat staan dan? Bij order staat het niet. Autosave. Oh, misschien staat het hier wel ergens een gekke manier aangedrukt of zo. Ja, ik weet het dus niet. Want hier staat ook niet. Nee, ook niet. Details, hè. Staat ook niet. Ik weet niet hoe ik die chat uitkrijg. Want nu krijg ik per blokje wat ik gewoon hak, krijg ik dus dat in de chat. En dat is echt zo annoying. Dus ik hoop dat jullie eigenlijk in de reacties kunnen zetten van... Ja, Demi, dat gaat gewoon zo. En hoe je dat dan weer krijgt, dat moet je dan zo doen. What the fuck? Oh, ik heb trouwens een nieuwe John Smith texture pack. En dat is echt een super mooie texture pack. Ik kan wel even een paar dingetjes laten zien, zoals dit in ieder geval. Een battery is allemaal heel erg veranderd. Hier, bedbox ziet er allemaal dik mooi uit. Oh, volgens mij staat cheap mode aan. Dat was even om iets te proberen. Sorry hoor, sorry. Nee, jullie moeten me vertrouwen. Even kijken. Ik denk dat ik het beste zo naar beneden kan. Ja hoor. Oh, dat was trouwens echt fucking slim van mij. Ja jongen, ik ben ook slim. Ik ben ook slim gewoon hier in Minecraft. Holy shit, hier. Hop, 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 hop. Hier hè. Komt ie. Crafting table gebouwd. We gaan even meteen sticks maken. Ik val ook meteen met de deur in huis. En zo. We gaan alvast even bouwen. Dan kan ik weer even lekker doorpraten. Hier, kijk. Nu krijg je dat ik trouwens telkens weer in de chat. Ik hoop niet dat de chat groter wordt of zo. Want het is echt... Oh my god. Oké, ik snap echt niet hoe ik dat uit moet zetten. En het is ook zo annoying voor in beeld. Hij zegt ook telkens het element type slimeball. Like what the fuck. Slimeball. Als ik dat trouwens even opzoek, wat dan? Oké, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. We gaan gewoon even door, even deze episode afmaken. En dan zien we... Oh, fuck, dan moeten we natuurlijk weer een andere ding maken. Maar in ieder geval, het nieuwe texture pack van John Smith vind ik wel echt super nice. Vooral als je hier al naar kijkt. Het is allemaal veel beter en... veel mooier, veel smoother ook allemaal, ja, zeg maar, gemaakt. Dus dat is wel echt een goede vooruitgang geweest. Ik zag het in één keer op internet en ik dacht van, oké. En toen in één keer zag ik ook nog eens een keer dat dit ook nog echt 10 keer zoveel beter eruit zag. Holy shit, ik schrok me dood. Laten we gewoon even alles hier uithalen. Dat is wel ideaal, denk ik. Zo. En voor de rest gaan jullie op het kanaal Lekker Serieus telkens weer meer video's van mij zien. Vooral van Tekkit, denk ik. Ik vind het in ieder geval wel super vet om te recorden. Dus daar kunnen jullie wel meer van verwachten dan. In ieder geval, dat lijkt mij dan wel ja, ideaal voor mezelf en voor jullie, omdat ik het leuk vind. En dan zien jullie ook van, oké, Demi heeft er ook zin in om te uploaden, dus laten we, ja, gewoon een duimpje omhoog gooien. Oh, kom op, please, please, geef me die likes. Oh, kut. Ik moet eten. Shit! Hebben we hier wat eten? Nee! We hebben hier fucking geen eten. Oh shit, nu ga ik dood. Ja, doei. Of niet? Oh god. Oké, weet je wat? We gaan gewoon even lekker doorminen. En dan hoop ik dat ik... oh jeetje. Gewoon weer binnen de kortste keren hier naar beneden lopen. Ja, ik kan gewoon beter doorminen. En dan ga ik dood. En dan pak ik deze shit gewoon allemaal weer op, joh. En dan hoop ik niet dat deze spullen allemaal weggaan of zo. Dat in één keer op een gekke manier alles hier gaat buggen in Minecraft. Maar dat zal denk ik wel niet. Even kijken, waar zijn we nu allemaal aanbeland? Dus dit eiland is zeg maar gewoon allemaal jungle. En het is sowieso vet om dat te zien, om het mee te maken. Want ik had het, want ik wilde zeg maar een eiland, ik maakte gewoon een eiland aan. En in één keer kom ik dus hier. Dus ik dacht, oh my god. Mijn doel was ook serieus om op een eiland te spawnen. En waar kom ik? Op een fucking groot eiland. En het is ook nog echt een chill eiland ook, hè. Dus dat is gewoon echt ideaal. Even kijken, hier is allemaal kool. Dus gaan we even naar de kool minen. Hier zo. Ja. Ik dacht serieus dat ik trouwens ook dood ging, maar dat is blijkbaar niet het geval. Gelukkig trouwens ook maar. Want ik haat het als je doodgaat. Echt serieus. Oh shit. Trouwens, alle de mobs zijn ook een beetje veranderd in de John Smith texture pack. Dus dat is ook wel echt super nice. Eigenlijk alles is gewoon veel verbeterd. En als je dan een leuke texture pack hebt, dan... ja, dat is altijd veel plezieriger om te spelen of zo op een of andere manier. In ieder geval voor mij. Ik weet het ook niet. Als ik ook altijd een game speel en ik zie een grote verandering qua graphic, dan denk ik echt van, oh my god, dit moet ik gewoon spelen. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ja, ik heb dat wel. En ook al loopt de game gewoon lekker en het ziet er mooi uit, dan denk ik echt van, ja, oké, ik speel het. Ik ga het spelen. En dat is gewoon sowieso nice. Trouwens, ik hoop niet dat de skeleton zo meteen om gaat knallen hier, want dan ben ik gewoon echt dood, hè. Maakt niet uit welke mop tegen me aan gaat moonen. Ik ga gewoon dood. Het zal wel wat zijn, joh. Dat in één keer een skeleton hier zo even gaat moonen van achter. Oh god. Oh! Kut! Kut! Ik zag het aankomen. Ik dacht, fuck! Oh my god. Shit. Kan ik weer helemaal terug. Hey, kip. Kip. Oh my god. Mollem. Mollem. Ja! Yeah! Oh my god, het ziet er ook veel beter uit trouwens. In alle andere John Smiths. Even kijken, waar moet ik nu helemaal heen dan? Oh god. Oh god. Oh, 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 oh. Ah, fuck, mijn benen. Oh, kut, doei. Doei. Doei, hè. Oh shit. Ik hoorde daar wat vallen. Nee. Nee. Ah. Kut. Pak het stone. Ik weet niet. Ja, daar. Nee. Pak. Kut. Tering. Ja. Oh. Ik zag dat ding naar beneden vallen. Ik denk, kut, ik moet snel mijn blokjes pakken. Phew. Oké. We zijn er weer. Even kijken, nu ga ik eerst even lekker omhoog. Even mijn eigen stone hier neerhalen. Oh, wauw. Perfecte timing. Zo, dat is wel weer echt zo'n deel 1 voor mij. Dat is altijd zo. Altijd is het echt, ook gewoon ik ga opnemen, is het avond. What the fuck. Echt gewoon zo irritant. Oh, wauw. Kan ik eerst even weer een stone pickaxe maken. Dat is best wel slim, denk ik. Maar ik kreeg dus gewoon wooden planks van jungle wood. Like what the fuck. Of was het gewoon wood? Oh ja, volgens mij wel. Het was geen jungle. Nee, laat maar. voordat jullie in één keer gaan denken van nee, dat was gewoon normaal goed, jongen. Let even beter op, Demi. Ja, oké. Okay. Is goed, jongens. Is goed, is goed. Ik weet waar jullie staan. Wow, trouwens altijd super veel koppen ook, hè. Ik vind het wel chill, want dan heb je al een beetje een voorraadje voor later. Dus altijd wel even lekker om mee te nemen. Dan hoef je niet telkens op pad om te minen. En om, ja, weet ik wat. Gewoon veel tijd in te steken, dan heb je dat al. Dus de volgende aflevering ga ik even verbeteren. Dat in ieder geval die errors uit mijn beeld zijn. Want ik vind het echt gewoon irritant. En jullie denk ik ook. Dus dat ga ik even veranderen. En dan, ja. Was dit zeg maar gewoon al deel 1. Deel 1 in het supervette eiland, op het supervette eiland. We gaan nog veel dingen ontdekken, hoop ik. En ja, ik neem jullie allemaal mee naar de machines bouwen. Naar allemaal dingen. Wow, dit ziet er ook mooi uit trouwens, joh, met die zon. Maar dat zien jullie allemaal weer... Wow, zombie. Nee, ga weg, ga weg. Nee, nee, loop niet na... No. Oh my god, zo stupid. Maar ik bedank jullie dus voor het kijken. Tot de volgende keer in de Tekkit aflevering. En doe even dat likeje omhoog. Abonneer als je dat nog niet bent. En ik gooi een ei tegen een zombie. En dan sluiten we af. Doei! Yes! Nice. Oké. Ik blijf het maar super vet vinden. Hoe de John Smith er nu in één keer uitziet. En de lichteffecten en zo. Maar goed. Jullie zien meer. Jullie zien de volgende afleveringen. Van survival op dit eiland. Ja. En dan. Ja. Gewoon tot de volgende keer. Doei!